Op de landgoederen van textiel zijn we een aantal ontwerpen tegengekomen van Pieter Watté. Je hebt de naam al misschien horen vallen. Eigenlijk Petrus Hermannus Watté zijn zijn volledige namen. Hij is geboren in 1871 en hij was in de leer bij zijn vader. We hebben onder andere dus ontwerpen gevonden van het Spik, maar ook van de Lemelerberg Zuid en Thesink, waarbij Thesink toch wel een van zijn allervroegste werken is die we eigenlijk kennen. Die dateert uit 1898. Op basis van stijlkenmerken van Watté hebben we eigenlijk het idee dat hij ook op meer buitenplaatsen heeft gewerkt, waaronder het Holthuis. Maar wat zijn nou die stijlkenmerken, zeg maar, van Watté? Het zijn er eigenlijk twee. Dat is de landschapsstijl, die zie je dan vooral terug in zijn hele vroege werken, dus zoals Thesink. Het huis was altijd wel onderdeel van een belangrijke zichtas en lag altijd centraal in zijn ontwerpen. En van daaruit ontwierp hij dus een padenpatroon dat bijna cirkelvormig is. Andere stijl die je in zijn latere werken ziet, noemen wij de monumentaal symmetrische stijl. En die zie je dus bij Lemelerberg Zuid heel mooi terug. Het huis is nog steeds centraal in een as gelegen. Maar hij verdeelt het terrein eigenlijk symmetrisch met een aantal zichtassen of paden. En die dan tevens als zichtlijn fungeren. Qua beplanting is vaak ook wel herkenbaar. Want ze hebben een achtergrond net als zijn vader in de boomkwekerij. En je ziet het dus terug aan bijvoorbeeld het naaldhout wat hij gebruikt. Maar misschien moeten we gewoon eens een aantal ontwerpen gaan bekijken. Nou, hier heb je die van het Spik. Die hebben jullie al even voorbij zien komen. We hebben ook in het veld hebben we deze gecontroleerd. Deze is ook heel erg mooi. Deze is van Thesink. En zoals ik al zei, het huis is eigenlijk altijd een beetje het middelpunt van zijn ontwerpen. Ik ga even op de kaart tekenen. Dit is een kopietje. Hier is het huis. En je ziet het al, het is het centrum, zeg maar, van zijn ontwerpen. Hier komen een aantal paden bij elkaar, dat wordt dan ook wat breder. Dus het is al het centrum, zeg maar, waar alle paden bij elkaar komen. En hier zie je een aantal zichtassen lopen. Dus hij plaatste dat in belangrijke doorzichten. Hier loopt ook een lijn. Komt ook weer op het huis uit en die blijkbaar niet door naar achteren. Deze die komt uit op de vijver. Je ziet ook weer heel mooi die ronde vormen van die vijver. Martijn heeft dat al heel mooi uitgelegd hoe dat ontworpen werd. Hier met een eilandje waar het zicht dan op was. Waarschijnlijk stond er een hele mooie boom. Hier was een zicht richting de heide. Dat staat hier, heide. Dit zicht weet ik niet precies, maar wel over een heel mooi open gedeelte. Hier zie je de bosrand. Hier stonden solitaire bomen. En hier is ook dat zicht weer begrensd door een bosrand. Hier een groep beplanting, zeg maar, die dat zicht begeleidt. Dus het huis is middelpunt van zijn ontwerpen. Dit is een heel vroeg ontwerp. En toen had hij toch nog wel een heel erg die landschappelijke stijl, maar wel met die grote bogen. Kijk, hier zie je het pad heel mooi rondgaan. Zie? Hier heb je die rondgaande grote bogen. Dat is heel kenmerkend voor zijn werk, die hele grote ruime bogen. Nou, dit is de oprijlaan, dat tekent hij dus ook breder. Maar weer die mooie gebogen lijnen. Dit is van de Lemelerberg. Dat is in opdracht van meneer Ledeboer. Ook hier zie je eigenlijk weer hetzelfde. Hier heb je het huis. Centraal mooi gebogen oprijlanen. En ook hier is weer een belangrijke zichtas. Hij loopt hier. Dat is een open strook. Richting het punt van de toegangslaan. En hier eigenlijk richting... Ja, hier heb je een heel mooi uitzicht, omdat het huis zo hoog ligt. Dit is de centrale as. Daarin ligt het huis. Eigenlijk heb je hier ook een as.
Ook al loopt hij niet helemaal door, maar in zicht wel. Want dit is een hele diepe groeve met die lijntjes. Je hebt een prachtig uitzicht. Hier lagen nog wat kleinere ondergeschikte huisjes. En wat hij dan deed, was het opdelen in een soort symmetrie. Deze is denk ik het mooiste. Hier was een pad richting huis. En hier was een pad richting huis. Dus dan zie je al heel mooi die symmetrie ontstaan. En die fungeerde tevens als zichtlijnen. En dit was eigenlijk een beetje de basis van zijn ontwerpen. Dat mooie verdelen van het landgoed in symmetrie en in gelijke delen. Hier zie je er ook nog één. En dan zie je weer, zoals we net ook zagen, die grote gebogen lijnen. Van in dit geval de oprijlaan, wandelpaden. Kijk, hier zie je ze ook weer. Hier loopt nog een hele mooie grote gebogen lijn en die loopt een beetje gelijk met een hoogtelijn. Mooi kenmerkend voor Watté. Een centrale as, het huis, het symmetrisch opdelen van het terrein. En dan weer die hele mooie grote gebogen lijnen die in zijn latere werk steeds groter en steeds royaler worden. Nou, dit was heel in het kort de werken van Pieter Watté. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. Kijk eens naar de ontwerpen die op de projectenpagina staan. Ik ben Karin Bevaert, groen erfgoedadviseur